Volksvertegenwoordiger Reshma Mangre viert vandaag haar 45ste jaardag. Ook is ze 20 jaar actief in de vakbeweging. Ter gelegenheid daarvan is er in het BVL-gebouw aan de Fred Derbystraat een persconferentie gehouden. Mangre zegt dat BVL als altijd strijd heeft geleverd. Ze roept ook op tot eenheid binnen de vakbeweging. We hebben geen enkel verworvenheid voor granted gekregen. En nog steeds zijn we in diezelfde lijn. We moeten nog steeds knokken voor lotsverbetering. En ik ben daarvoor de leraren ontzettend dankbaar dat ze het vertrouwen in mij hebben gesteld. En ik heb ook beloofd dat ook mijn intrede in de politiek, ik de belangen van niet alleen de totale samenleving ga behartigen, maar ook in het bijzonder de leerkrachten. Want in deze periode hebben we het meer dan ooit nodig. We zijn als werkende klasse door hele diepe dalen gegaan. En we zijn er ons totaal van bewust dat die situatie waarin we nu verkeren, een regelrechte gevolg is van slecht beleid. Slecht financieel, monetair beleid onder andere. Maar ook corruptie staat daar duidelijk aan de basis van. En we zullen deze zaken alleen maar tegengaan. Met een grotere eenheid onder de werkers. Dat was Robbie Berendstein, voorzitter van de vakcentrale C47. DNA-voorzitter Marinus B. is trots op Mangre en zegt dat ze in de afgelopen 6 maanden haar potentie heeft bewezen. Daarna hoort u president Chandrika Prasad Santokhi. Meer nog vanwege uw vrouw zijn. Omdat ik heilig geloof heb dat dit land niet alleen opgebouwd gaat kunnen worden door alleen mannen. Ja, het is een aangelegenheid van mannen, vrouwen en jongeren. En we weten dat op het veld dat u zich beweegt, er heel weinig vrouwen zijn. Dus wanneer ik hoor vandaag 20 jaar lang al in de vakbeweging, dan moet u als rolmodel inderdaad dienen voor andere vrouwen, om voor velen die denken dat dit een mannenjob is. En we hebben elkaar ontmoet op een strijdveld. Toen er strijd geleverd moest worden. Afgelopen jaren. Tegen het wanbeleid. Van de vorige regering. Daar hebben we elkaar leren kennen. En ik heb haar toen gevraagd. Of we een gesprek konden hebben. En dat gesprek is geweest. Waarbij ik haar duidelijk kenbaar gemaakt heb dat ik haar strijdbaarheid waardeer als jonge vrouw. Terecht wat de heer Berendstein en de heer voorzitter van de Nationale Assemblée ook zeggen, dat vrouwen bijna niet meer zichtbaar zijn in die strijd. Tot zover president Chandrika Prasad Santokhi vandaag in het BVL-gebouw tijdens de persconferentie in verband met de 45ste verjaardag van Reshma Mangre en 20 jaar in de vakbeweging.